Welkom terug bij Bulls & Bears, waarin we elke week speciale aandacht besteden aan cryptovaluta. Doen we deze week met Thomas Franke, Digital Asset Manager bij Fondshuis Van Eck. Nog steeds geflankeerd door Corné van Zijl, stratege bij vermogensbeheerder Actiam. Ja, Thomas, vorige week had het weer over Biden. En deze week is er in het Europees Parlement over crypto's gesproken, volgens mij. Wat komt daaruit? Nou, het goede nieuws is dat er niets uitkomt. Dus er was een stemming over proof of work, of dat verbannen zou moeten worden. Ja, de manier waarop Bitcoin gemined worden. En daar is tegengestemd, dus dat is positief. Mm-hmm. En ik vond het zelf wel interessant, er was een amendering in de voorstel, dat er wordt rond 2025 wordt gekeken naar hoe de energie wordt opgewekt. Die verantwoordelijk is voor het minen van bitcoins. Ja, want daar is veel kritiek op. Het zou super energieconsumerend zijn. Veel meer energie dan zelfs kleine landen verbruiken. Ja. Ja. Goed, ik vind het wel goed dat daarna gekeken wordt. En als je dan kijkt, ik doe ook research wat gaat er allemaal om in die markt. En dan zie je eigenlijk al dat in de huidige structuur dat er al heel veel gebruik wordt gemaakt van renewable energy. Mm-hmm. Zoals 76% wordt al voor gebruikt. En zal worden steeds eigenlijk meer een motor voor ESG-transitie dan een tegenwerkende kracht. En daar springen ook echt veel bedrijven op in, op deze hele business case. Ja. Maar Thomas, wat de ene gebruikt, al is het renewable of niet, gaat wel ten koste van de ander. Het zal nooit een beetje een zero-sum game. Dat zal altijd wel blijven. Maar de business case zelf kan er ook voor zorgen dat je nieuwe projecten die ook ESG-gefocust zijn, wat rendabeler kan maken en veel rendabeler zelf, significant. Dus dat biedt wel ruimte voor ontwikkeling. En dat vind ik zelf wel interessant. Ja. Okay. Er was nog meer Europees crypto nieuws. Want Oekraïne legaliseert crypto's. Ja. Dat is ook zo'n kop die ik las. Wat is daar gebeurd? Ze hebben heel veel crypto ontvangen. Dus volgens mij 100 miljoen hebben ze inmiddels gekregen. Als steun. Ja. Als steun van wereldwijd. Is gedoneerd. Nou ja, als je dat wil gebruiken moet je natuurlijk ook wel moet wel kunnen legaliseren. En dat hebben ze gedaan. Dus, en dat is ook wel interessant om te zien. Dat je toch ziet dat een land in een tijd als dit eigenlijk dit wil reguleren zo snel mogelijk. Want het is natuurlijk die hele crypto scene altijd naar op zoek. Even jongens, wordt het geadopteerd. Ja, dan zou je kunnen zeggen, als een land dit accepteert, dan is dat een plus qua adoptie. Maar het zijn natuurlijk wel hele bijzondere omstandigheden, Corné, waarin zoiets. Dus ben je overtuigd, jou dit, zal ik maar zeggen? Nou nee, maar dit is zeker een pluspunt. En ze zeggen altijd, in oorlog en liefde is alles geoorloofd. En dus zelf het accepteren van bitcoin. Maar op zich is dit wel, denk ik, een heel duidelijk punt van, als anders andere dingen niet meer werken en dit wel, dan moet je naar het alternatief overgaan. Ja, ja. Dus het is wel weer een stapje op weg naar adoptie. Ja, zeker. Dat lijkt het wel op, Heeft dit dan nog effect op de Bitcoin-markt deze week? Het is eigenlijk vrij stabiel gebleven. Vrij positief zelfs. Dus het is wel heel interessant dat de markt zich goed houdt onder deze omstandigheden. Mag ik wel verwachten van een asset die zich altijd verkocht heeft als een safe haven. Ja. Dus ik vind zelf vrij positief over de prijsactie. Maar de bitcoin blijft zijwaarts bewegen. Ja. Vorige week hebben we het hier ook gehad over altcoins die dus hard naar beneden gaan. Ja. In de geest van deze uitzending, zijn daar nog koopjes? Zijn er nog altcoins waarvan jij denkt, die zijn nu heel laag. Zou eens wat kunnen zijn voor de toekomst? Ja, ik heb twee altcoins uitgekozen eigenlijk die mij interessant lijken, fundamenteel gezien. Mm-hmm. Dan beginnen we met Lido. Ja. Heeft te maken met de aankomende transitie van Ethereum naar staking, proof of stake. Het nadeel van proof of stake is dat je Ethereum lockt, dus je kunt daar niets meer mee. En als je bijdraagt aan de beveiliging van het netwerk. Lido maakt het mogelijk om, geeft eigenlijk een derivaat uit. En maakt het mogelijk om vervolgens en te staken. En je kunt nog steeds je Ethereum gebruiken op het Ethereum netwerk. Okay. Dus je kunt nog steeds passief inkoop genereren, et cetera. Dus dat is heel interessant. Ja, dit heeft met decentralized finance te maken. En dit Lido heeft een concrete oplossing voor een probleem in de markt. Klopt. Waarvoor jij zegt, dit zou interessant kunnen zijn. En wat is de tweede? De tweede is AMP. AMP is een onderpand token voor het Flexa betaalnetwerk. Uh-huh. Dat is een bedrijf, tenminste een protocol dat zich wat veel patenten heeft aangevraagd in Amerika. Ook veel richt op de regelgevers en zich daar ook echt aan wil meewerken. Dus alle licenties, alles netjes organiseert. Ja. En AMP is de token die ervoor zorgt dat in het betaalnetwerk, wanneer iemand een betaling naar elkaar maakt en de betaling mocht hoe dan ook niet doorgaan, dat de mensen nog steeds verzekerd zijn van een betalingswaarde. Okay. En dat is natuurlijk wel cruciaal in het betalingssysteem. Het is een soort visa-netwerk voor cryptocurrencies. En het timmert ook hard aan de weg. Het heeft ook al heel veel vermogen onder beheer. Ja, het is een uiterst volatiele markt en decentralized finance. Dat ook nog een keer laten benadrukken. Uiterst risicovol. Ja. Maar jij zegt binnen die context zijn dit twee muntjes die je fundamenteel eens in de gaten zou moeten houden. Interessante
protocol, ja. Thomas Franke, Digital Asset Manager bij het Fondshuis van Eck. Dank je wel.